Wat is dat precies? De Roze Week is voor meer acceptatie en zichtbaarheid hier op de campus van de universiteit en ook op de Handel Hogeschool hier in Nijmegen. En jullie hebben nu de opening. Wat voor meer evenementen organiseren jullie? We organiseren bijvoorbeeld een theatersportavond, een beetje zoals de lama's, lekker hilariteit alom. Een bakworkshop hier. Straks is er een leuke opdrachtenronde met allerlei spelletjes. Maar we organiseren ook twee lunches in de studentenkerk en op de hogeschool. Ja. En bij de ene zijn een gratis broodje kroket en bij de andere gratis hamburgers. Lekker lunchen komen dus. Ja, en daarnaast hebben we nog een aantal feesten. Morgenavond een bierkantus bij Carolus Magnus op de Sociëteit. En donderdagavond bij de Villa van Schaik een focusfeest. Dat is met de studentenroeivereniging. En daar hebben we als thema Stereotype Yourself. Dus je kunt komen als echte roeier, als echte lesbienne, als echte homo. Maar je kunt ook komen als echte bankhanger, echte student. Lekker in je kloffie. Precies. Nimwegse Annie. Ja. In het roze altijd en nu de roze week. Ja. Hoe vind je dat dit wordt georganiseerd? Ja, super. Het is belangrijk. Het blijft belangrijk. Liefde is zo belangrijk. Dat weet jij ook. Absoluut. Maar mensen doen er nog steeds zo moeilijk over. En ik zeg, het maakt niet uit of je op mannen, vrouwen, dieren of op alles valt. Als je maar van iets of iemand houdt, dat is in het leven goud. Ja, dat vind ik heel erg mooi gezegd. En wat doe jij hier dan nu? Nou, toch even weer die aandacht vragen. Roos is niet voor niks de kleur van onvoorwaardelijke liefde. Dus liefde gaat alle kanten uit. Dat weet jij ook. Ja, je bent zo knap. Want ik denk dat jij heel wat liefde op je pad krijgt. Maar je moet ook selectief zijn. Want klopt je hartje wel? Als het niet klopt, dan klopt het niet. Haha. Hey, en hoeveelste keer is het dat jullie dit organiseren? Het is dit jaar voor de 8e keer. Maar het is helaas ook gewoon nog steeds nodig. Ja, want dat was inderdaad mijn volgende vraag. In hoeverre is zo'n evenement nog nodig? Is het niet al heel erg zichtbaar in de maatschappij? En is de acceptatie eigenlijk lager dan we zelf soms denken? Ja, het is op zich al best wel zichtbaar door de media, et cetera. Maar er zijn nog heel veel mensen die echt onwetend zijn. Daarom is ons thema dit jaar ook Facts and Fables. Dus we praten over de vooroordelen, stereotyperingen en de feiten die er zijn rondom de LHBT-wereld. Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Zo is er gisteren nog een berichtje op Facebook gekomen dat een jongen 3/4 jaar lang eigenlijk zijn studentenhuis uitgepest is. Alleen omdat hij een vriend heeft en dat vonden ze vies. En hoe zit het bij jouw liefde dan? Nou, ik hou van alle mensen, maar ik ga vooral met één man naar bed. Met één man naar bed, ja, dat, als het de juiste is, is dat genoeg toch? Nou, ik heb een handen vol aan, dus ik ben daar heel eentonig in, maar ik hou wel van alle mensen. En de Roze Week is er eigenlijk één van de activiteiten die jullie organiseren. Er zijn wel meer. Wat doen jullie de rest van het jaar? De rest van het jaar organiseren wij verschillende activiteiten, themaavonden en ook feesten. En doen we veel zichtbaarheidsacties. Maar bijvoorbeeld activiteiten die wij elke maand doen. Dus we hebben een maandelijkse borrel. Ja. Op de allereerste dinsdag van de maand in de Mets. Bij de grote straat, midden in de stad. En we hebben twee wekelijkse lunch. Elke tweede en vierde donderdag in de studentenkerk. En elke derde dinsdag op de Ham. Dus als je zou moeten zeggen wat het doel van jullie hele organisatie is, van Dito. Dat is echt het zichtbaar maken, bespreekbaar maken. Ja, en een platform bieden. Dus voor jongeren die zichzelf willen ontplooien, ontwikkelen. Meer willen zien en meemaken van het roze wereldje, om maar zo te zeggen. Ook gewoon voor mensen die een leuke tijd willen hebben met een leuke groep mensen. Het thema vandaag is natuurlijk Stereotype Yourself. Wat is jouw stereotype? Ik hou van openheid. Ik hou van openheid. Ik speel geen spelletjes. What you see is what you get. Direct. En erop en erover zeg ik, laten we er niet moeilijk over doen. Het leven is te kort. Feest vieren. Puur genieten. Ja, dat doe je wel met die suikerspinnen, hè? Ja.